Welkom bij een nieuw gesprek met burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. In dit gesprek gaan we steeds verder terug in de tijd. We beginnen natuurlijk met de actuele situatie als het gaat om het coronavirus. Meteen is er weer veel om te doen zo na de zomer. Maar vervolgens gaan we 20 jaar terug in de tijd naar de opening van de Mariekenstraat. Die werd 20 jaar geleden geopend, ook door Hubert Bruls, maar toen was hij nog wethouder in deze stad. En dan gaan we naar 76 jaar terug, naar de operatie Market Garden, die deze maand herdacht wordt in de hele regio. Die herdenkingen zijn door het coronavirus wel weer wat aangepast. Meneer Bruls, de zomer is weer voorbij, we zijn weer helemaal begonnen en meteen domineert corona alweer het nieuws. Hoe is dat? Nou, voor mij is het nooit weg geweest. Ik heb niet de indruk dat het na de zomer nu weer volop is teruggekomen. We hadden misschien wel gehoopt dat het virus als zodanig een tijd uit zich zou verdwijnen. Maar we zagen al eind juli alweer tot een bepaalde plaats in het land. Gelukkig niet zo direct in Nijmegen, maar dat virus waar weer een opkomst is. Ja, dat is nu volop doortrekken. Ja, had u dat verwacht nu al, nu het nog best wel warm is buiten? Ja, wat het verwachten. Kijk, als je naar de cijfers kijkt, dan zijn er op sommige plaatsen, ook in onze stad, het aantal besmettingen alweer bijna net zo hoog als in april. Alleen er wordt natuurlijk wel veel, veel meer mensen getest. Dus je kunt het niet helemaal goed vergelijken. En ik had zelf al gedacht dat het wel zou stijgen, maar dat vooral het najaar dat we het echt fors zouden gaan krijgen. We zullen zien hoe dat gaat. Maar we moeten ons er natuurlijk wel op voorbereiden. En ik vraag ook iedereen zich er wel op in te stellen van, ja, hou er rekening mee dat het aantal besmettingen wat we nu al hebben, tot dat nog echt fors groter gaat worden. Dan gaat het vooral het aantal besmettingen wat stijgt. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal doden, dat stijgt veel minder snel. Ja, gelukkig is dat zo. En dat is ook wel opvallend. Hè? Dat wordt onder andere geweten dat relatief meer jonge mensen nu besmet zouden zijn. En het heeft wellicht ook te maken met het feit dat het aantal ziekenhuisopnames veel korter duurt. Dat er ook een andere manier van behandelen gebeurt. En zo zie je ook maar dat we ook in een paar maanden tijd als samenleving ook kunnen leren hoe we ermee omgaan. Daar waar het misschien in april en in maart nog vanzelfsprekend was, wat mensen sneller naar het ziekenhuis te gaan. Ook logisch, hè, want we wisten gewoon minder van het virus, ook onze medici. Ja. En ja, kan dat nu op een andere manier. En dat geeft ook aan dat als mensen mij wel eens vragen van, ja, maar daarop voorbereiden en dit kunnen weten. Ja, nee, dat is dus niet zo. Ook wij van de overheid weten vaak net zoveel of net zo weinig als ieder andere mens. Dus we moeten ook accepteren dat er onzekerheid is. Ja, want we kunnen dus bijvoorbeeld ook niet verwachten dat we heel snel een vaccin hebben. Normaal zeggen deskundigen dat duurt 10 jaar en als we het heel snel doen 4 of zo. Ja, en ik vind ook goed dat nu deskundigen en zelfs die commerciële fabrikanten nu eensgezind hebben gezet, forget it, richting Trump, maar ook richting Europa. Ja. Dat gaat hem niet worden op een paar weken tijd. En ik denk dat we gewoon fair moeten zijn. Ik weet het ook niet, net zo goed als u het niet weet. Nee. En we gaan in ieder geval nog de komende maanden en misschien nog wel ver daarna in een situatie leven waarin we moeten zeggen tegen elkaar, we hebben een beperking. We moeten wat afstand houden, we moeten de drukte vermijden. We moeten heel goed op de hygiëne letten, omdat we geen passend medicijn hebben waarmee je, net als bij wijze van spreken bij een ander een verkoudheidje of een griep gelijk iets kunt doen. Dat is nu niet aan de orde. Helaas. U zei er wel, het aantal besmettingen stijgt, het aantal ziekenhuisopnames veel minder. Dat heeft ook te maken met dat het vooral jongeren zijn die besmet raken. Wat zegt u dat? Het is gewoon een constatering. Het betekent dat we meer inzicht hebben. Hè, want zo scherp konden we in de eerste week, de eerste maanden, dat nog niet eens zeggen. We zitten er nu sneller op. We hebben meer inzicht. Het zegt ook wel iets over Nijmegen studentenstad. Je ziet namelijk in meer studentensteden tot het behoorlijk is gestegen. Het is ook waarschijnlijk niet geheel toevallig dat het net de afgelopen weken gebeurde. De introductie liep eigenlijk vrij prima, maar je ziet dat er dan natuurlijk meer mensen weer in de stad terugkomen, meer studenten die weer in studentenhuizen op studentengang gaan wonen. Ja, dus, daar is het allemaal voor een groot deel op terug te voeren. Interessant is natuurlijk, gaat dat nu aanhouden? Hè? We zijn nu toch alweer een aantal weken in september verder. Je zou kunnen zeggen, iedereen is weer terug. Hè? Dus waar daar uitbraken uit zijn voortkomen, zouden die nu toch wat moeten stoppen. Maar ja, nu gaan we langzaam natuurlijk weer de winter in. We gaan meer naar binnen. En dus voor ons is een hele spannende. Gaat zich dat nu verspreiden? Hè? Gaan ook andere leeftijdsgroepen ermee te maken krijgen? Of gaat het weer wat dempen? Maar je ziet dat veel besmettingen thuis plaatsvinden en dus ook veel in die studentenhuizen. Ja.
En dan kunnen we eindeloos waarschuwen en informatie verstrekken. Maar we zien dus toch dat daar veel besmettingen plaatsvinden. Wordt het niet tijd om een stap verder te gaan? Nee, daar hebben we de wetgever voor nodig. Dat kunnen wij niet achtervoeren. En ik heb het idee dat de boodschap wel is aangekomen. Wat ik terug hoor, waar we misschien eerst met een feest van 100 mensen... zijn het er nu misschien 20. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat studenten het nou zo lekker vinden... om corona besmet te worden. Met ook nog het risico dat ze een docent of een ouder gaan besmetten. Wat ik dus wel denk is, en dat is dus nu ook zo opgepakt, is dat we in onze communicatie wel wat directer ook de voorbeelden duidelijk moeten maken. Want kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik ben jong en het zal maar een tijd wel overgaan. En dan, dan zitten we 10 dagen in quarantaine ons studentenhuis. Maar dan blijf je ook wel binnen. Maar dan ga je niet naar college, dan ga je niet naar de kroeg. Nee. Laten we dat dan ook met elkaar afspreken, want ik ken ook de verhalen van kroeghouders die bang zijn van straks moet ik dichtgaan. Ja. Nou, dat is heel begrijpelijk, die angst. Maar ook van een docent op de universiteit die bang is om les te geven, om college te geven. Omdat als hij naar huis gaat waar hij de zorg heeft voor een ouder, dan bang is dat hij daar een besmetting gaat overdragen. Met andere woorden, je hebt niet alleen jezelf ermee, maar je hebt dus ook een heleboel anderen mee. En uiteindelijk daarmee ook jezelf, want als de colleges uitvallen... Ja. Ik hoor ontzettend veel klachten van studenten niet alleen in Nijmegen over het gebrek aan fysieke momenten om college te hebben. Nou, gedraag je dan ook. Niet bij elkaar gaan kruipen. Zorg ervoor dat je die 1,5 meter afstand houdt in eigen huis en daarbuiten. Met andere woorden, duidelijke boodschappen, die zijn wel gevraagd. U zei al, er zijn 3 cafés gesloten de afgelopen periode vanwege besmettingen. Hoe lang blijven die nog dicht? Nou, op grond van de wet is het zo dat ze in ieder geval voor maximaal 14 dagen gesloten blijven. Dat is vooral om te zorgen dat de besmettingshaard uitdooft, als het ware. Hè. En je zou kunnen zeggen, een soort quarantaine, maar dan van een gebouw en omgeving, niet van mensen. In de tussentijd moeten die cafés een plan overhandigen aan mij, waarin ze aangeven hoe ze naar de toekomst toe de regels zodanig invullen dat mogelijke nieuwe besmettingen in zo'n kroeg althans kunnen worden voorkomen. Bij het eerste café heeft het tot een paar keer toe een plan ingediend, maar dat was nog onvoldoende. En zolang dat dus onvoldoende is, blijft die ook nog dicht. Maar ik ga ervan uit dat dat opgelost wordt. En bij die andere 2 vertrouw ik erop dat die binnen 2 weken dat wel goed op orde hebben. En dan kunnen ze dus weer open. En het beoordelen van het plan, dat doet u? Dat doe ik en uiteraard heb ik daar mensen voor die dat deskundig kunnen bekijken. En dan gaat het echt erom van wat doe je er zelf aan om te zorgen dat 1,5 meter wordt gehouden. Hoe is je registratie? Van een van de kroegen is bekend, dat is ook in de publiciteit geweest, dat ze gewoon hun registratie, die was gewoon niet in orde om het netjes uit te drukken. Ja. En er werd ook niemand weggestuurd die zei ik hou me er niet aan. Ja, daar willen we natuurlijk wel echt wel een zware garantie op hebben dat het wel gebeurt. Het mogen duidelijk zijn als dat een volgende keer niet gebeurt. Ja, dan zal er wat zwaardere sanctie naar zo'n café volgen. Ik ga ervan uit dat ze het niet zo ver zullen laten komen. 2 weken is al een behoorlijke periode om je omzet mis te zien lopen. En kan dat dus, een zwaardere sanctie? Wat zou dat dan kunnen zijn? Nou ja, goed, je kunt natuurlijk besluiten dat zo'n café dan voor een langere periode dicht blijft. Uiteindelijk kun je zelfs nog met geldboetes gaan werken. Er is van alles mogelijk. Dat is gelukkig nog niet nodig geweest in Nijmegen. Ik ga ervan uit dat in deze gevallen dat niet nodig zal zijn. Bij deze 3, voor de goede orde, was de aanleiding niet zozeer het overtreden van de coronaregels, maar het feit dat er besmettingshaard was ontstaan. Daarom zijn ze die maximaal 14 dagen dicht om te zorgen dat die besmettingshaard verdwijnt en dat men daarna weer veilig kan opengaan. Eerst gaan we 20 jaar terug in de tijd. Nou, iets leukers dan corona, daar hadden we toen nog absoluut niet van gehoord. Toen was u wethouder in deze stad. Ik denk dat niet veel mensen dat weten, dat u dat ook bent geweest. En opende toen het nieuwe gebied in het centrum, wat we nu kennen als Mariekestraat. Ja. Wat was daarvoor te zien, toen die Mariekestraat er niet was? Op die plek, Mariekestraat, rondom de Maaienburgkapel, had je eigenlijk een heleboel klinkers. De kapel was wat weggestopt, maar het meest opvallende voor iedereen die er toen hier leefde, waren natuurlijk die grote, grijze, DDR-achtige gebouwen waar de sociale dienst in zat. En de politie, was echt die wederopbouwarchitectuur. De kapel was eigenlijk een beetje weggestopt. Daar had je zelfs een parkeerplaats voor auto's. Je kunt je niet voorstellen dat we nu rondom Lux en zo daar die auto's hadden staan, zouden zetten. En de Mariekestraat was echt nodig om een doorbraak, letterlijk een doorbraak door de bebouwing aan de Burgstraat te maken, waardoor Nijmegen een mooi winkelcircuit kreeg. En ik vind het zelf een van de meest bepalende projecten van de afgelopen decennia. Ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Sterker nog, de ontwikkeling bijvoorbeeld bij het Vlaams
Haams Arsenaal, waar ook een doorbraak is gekomen. Maar ook Plein 44, die zouden niet mogelijk zijn geweest als we niet eerst dat plan met z'n allen hadden gerealiseerd. Dat heeft Nijmegen echt weer een nieuwe trots gegeven. Ook het besef van, hey, het kan wel. En laten we eerlijk zijn, ik kan natuurlijk best wel van mening verschillen met mensen over wat is een leuke winkelstad. Maar echt, Nijmegen is als winkelstad enorm omhoog geschoten sinds 20 jaar geleden. Wat heeft u zelf toen bijgedragen aan, die, aan de plannen? Nog relatief weinig. Ik viel in april van het jaar ervoor, 1999, werd ik wethouderopvolger van Rolop Nigro. Mijn voorganger die ging toen weg. En toen waren ze met de plannen, waar zaten we echt volop in de bouw. Hè? Ik bedoel, september 2000 openen, daar was natuurlijk een bouw. Dus ik heb vooral het laatste deel mogen meemaken en begeleiden. En laatste beslissingen, het overleg nog met bewoners en ondernemers. Maar dat was vooral de inrichting, het afmaken. Dus de verdienste ligt echt bij die gemeentebestuurders die vanaf de jaren 80 de vooruitziende blik hebben gehad. Dat we nu echt eens een keer wat moesten doen in het stadscentrum van Nijmegen. Want dat was er echt niet goed aan toe. Jaren 80, hoge werkloosheid, slecht bezoekende binnenstad, veel hogere criminaliteit dan nu, zeg ik tegen diegene die wel eens daarover moppen. Ga de getallen er maar op naslaan. En dit soort projecten hebben er aan toe bijgedragen, niet alleen natuurlijk, maar hebben er wel aan toe bijgedragen dat de binnenstad van Nijmegen echt weer een fris en bij de tijds uiterlijk heeft. Van de week was ik met een aantal winkeliers die in het bestuur zitten van Mariekestraat samen met wethouder Essenbrugge, daar om het op 15 september toch even te vieren. En we waren het er allemaal over eens. Dit is 20 jaar oud, maar als je het ziet, denk je pas 5 jaar. Ja. Dat ziet er nog zo geweldig en helemaal bij de tijd uit. Altijd als ik door de Mariekestraat loop, denk ik toch dat wel mooi dat ik daar een kleine bijdrage heb kunnen leveren. Ik ben er echt trots op. Dat denk ik ook, maar wel vooral als ik beneden door de Mariekestraat loop. Zijn de ondernemers die boven zitten ook zo tevreden met hoe het loopt? Ja, en hoe het misschien letterlijk loopt? Want het doorlopen boven is toch wel een stuk minder dan beneden, volgens mij. Ja, maar dat is van begin af aan was zo. Ik weet nog heel goed hoe in 2000 en de maanden ervoor er nog wat plekken leeg stonden boven, omdat af het begin af aan rekening is gehouden totdat wat minder doorstroom hebben. Als je toch terug hebt de afgelopen 20 jaar, het is altijd vrij goed bezet geweest. De Mariekestraat heeft echt vanaf het begin ook boven behoorlijk wat klanten getrokken. Ja. Maar ja, er zit zeker een verschil. Maar laten we eerlijk zijn, een winkel in de Burgerstraat heeft ook een andere attractie dan een winkel op Plein 44. Dat is natuurlijk zo. Je hebt A- en B-straten, zoals het jargon heet. Maar al met al locaties waar sowieso meer precies, mensen langs komen. Precies, dat heb je zo. Ja. En dat vertaalt zich dan vaak bijvoorbeeld in de huurprijs terug. Maar al met al is het toch wel goed gelopen en is het gewoon een heel goed bezochte winkelstraat geworden. Ook vanzelfsprekend is dat er elk jaar in deze periode wordt teruggedacht aan nog weer langer terug in de tijd, 75 jaar geleden en langer, namelijk naar de Tweede Wereldoorlog. Er zijn allerlei herdenkingen, maar er zijn ook allerlei herdenkingen afgelast nu. Zo is er net aan de overkant van de Waal, bij de brug De Oversteek, die ook niet zomaar zo heet, zo weten wij alle, komende zondag een herdenking, hè? Ja. Ja, we doen zoals elk jaar op de 20e herdenken we de oversteek en daarmee ook feitelijk de bevrijding van onze stad, hè, in september 44. Welke oversteek ging dat ook weer precies over? Dat is de oversteek in het kader van de zogeheten Operation Market Garden. Hè. De geallieerden hebben in september 44 gepoogd om door te steken naar Arnhem en daarmee in één klap West-Europa de bevrijding wat vaart bij te zetten. Nou, dat mislukte op zich. Ja. En het kader van moest ook hier in Nijmegen de brug in handen komen en de rivier overgestoken worden. En dat is door een heldhaftige actie van Amerikaanse soldaten die in kleine bootjes de rivier overstaken en daardoor in staat zijn geweest via de andere kant de brug uit de hand van de Duitsers te krijgen en daarmee onze stad te bevrijden. En zoals u al zegt, onze brug te oversteek met de opklimmende lichten, hè, bij het einde van de dag, is daar ook zo'n teken aan. Maar we hebben natuurlijk al sinds jaar en dag een heel mooi officieel gedenkteken aan de overkant staan. Ongeveer op de plek, hè, waar dus die Amerikanen overgestoken zijn. En ook dit jaar, hoewel we dat dan zonder publiek gaan doen, gaan we dan uiteraard herdenken. Want herdenken moeten we blijven doen. En ik vind dat ook heel erg belangrijk. Vorig jaar hadden we natuurlijk heel grote herdenkingen. Misschien kunt u zich nog herinneren hoe we met 7500 mensen een alternatieve overstocht wandeltocht hebben gehouden. Echt indrukwekkend. Op een zaterdagavond was het toen, geloof ik. Nou, dat zal het dit jaar dus niet zijn. Wie weet, volgend jaar hoop ik ook dat we weer een herdenking hebben waar ook het publiek weer in grote getalen bij aanwezig kan zijn.
Maar nu dus helemaal zonder publiek. En ook weer met publiek. Afstand. En zo. Met afstand. Dus ja. Ik en nog een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade. Nog een paar mensen. Wij staan er, we spreken. We gaan het uiteraard wel opnemen. Zodat het later ook wel na te volgen en te zien is voor mensen die er geïnteresseerd in zijn. Maar ja, het is zoals dit. Dat zie je bij alle herdenkingen nu in september. Het doet nog een beetje denken aan 4 mei. Hè. Toen hadden we ook een hele bescheiden herdenking die wel zichtbaar was. Maar waar je niet bij kon... kon zijn. Er gingen toen trouwens toch een paar mensen kijken, heb ik gemerkt. Maar ik zou mensen echt wel oproepen, kom echt niet naar de dijk. We hebben daar sowieso veel minder plaats dan op 4 mei op Trianusplein. Dat kun je niet vergelijken. Nee. Dus niet doen, want anders brengen we onszelf toch echt wel een overtreding op de coronaregels. En dat moeten we niet willen. Dus gewoon volgen vanuit huis, de beelden bekijken. Graag. En zo kunnen we toch gedenken. Zo kunnen we toch gedenken. En herdenken kun je natuurlijk op tal van plekken, ook zondagochtend bij wijze van spreken, vanuit de huiskamer om stil te staan bij wat er toen gebeurd is. En alweer 76 jaar geleden. Ja. Het is ongelooflijke tijd. Het toont ook wel aan, hoewel het met beperkingen dit jaar gaat, alle herdenkingen door de coronabeperkingen, de belangstelling blijft toch onverminderd te hoog. Want je merkt toch wel dat er her en der bij wordt stilgestaan. Wij doen het dan zondagochtend in Nijmegen, vrijdagavond in Arnhem. Ja. Die herdenkingen gaan toch door. En dat tegen de achtergrond dat het eind jaren 60 zelfs serieus werd gesproken om te stoppen met bepaalde herdenken. Ja. Omdat er gewoon geen belangstellingen was. Wat dat betreft is er gelukkig, vind ik zelf, zoveel jaren later toch wel een heel massaal gedeeld besef van dit is onze geschiedenis. Het is geen mooie geschiedenis. Er zijn vreselijke dingen gebeurd in die tijd. Maar er zijn ook wel dingen gebeurd waar we nu op kunnen terugkrijgen hoe andere mensen onze voorgangers hebben geholpen om bevrijd te worden. En dat betaald hebben met hun leven. Het is goed om daarbij stil te staan. Juist ook bij ons die dat niet zelf hebben meegemaakt. En dat alles natuurlijk onder het mom van dit willen we eigenlijk nooit meer. En laten we er dan ook maar iets van leren. Dat is de blijvende betekenis van herdenken. Ja, mooi om te doen. Dank u wel. Ja, graag gedaan.